Hey lieve jij, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Leader podcast. Ik heb vandaag een super, super, super lekkere dag gehad. Ik had de hele dag voor mijn business. Mijn kindjes waren naar mijn schoonouders. Mijn schoonvader kwam ze vanochtend ophalen. Ik wilde ze ook wel brengen, maar hij zei ik kon ze wel halen. Dus dat was super fijn. Ik heb een aantal calls gehad. Vandaag weer een nieuwe vrouw in de Female Leader Academy Exclusive Guidance mogen onboorden. Zo blij mee! Oh, ik kan echt niet wachten om met deze fantastische groep vrouwen aan de slag te gaan. De dames die nu al zijn ingestroomd, die krijgen vanaf zondag 7 januari toegang tot de online leeromgeving. Waar ik de Female Leader Academy helemaal aan het vernieuwen ben. Ik heb vandaag de eerste module opgenomen. En kijk, de Exclusive Guidance is het 1-op-1 traject. De 1-op-1 versie van de Female Leader Academy. En daar word je heel nauw 1-op-1 door mij begeleid. En dat vind ik fantastisch om te doen. Maar daarnaast heb ik ook de online leeromgeving. En de video's die ik daarin zet en de opdrachten die ondersteunen jouw proces. Dus ook als we bijvoorbeeld een weekje geen contact hebben, kan je altijd daar even naar terug. Daar kan je aanvullende informatie in. Je krijgt iedere maand krijg je toegang tot een nieuw thema of tot een nieuwe module. En die module heeft een bepaald thema. En dat is dan ook wat we die maand behandelen. En ik vind dat gewoon heel fijn om op die manier de basic information, zeg maar, de basisinformatie, om die gewoon via die lessen met jou te delen. En dat we in de 1-op-1 kunnen we gewoon heel specifiek met jouw vraagstukken aan de slag. En gaan we samen. Nou, 2 wekelijks heb je dan een 1-op-1 call. En maandelijks een Q&A met de groep in de Exclusive Guidance. En je mag ook nog eens. Ja, je hebt 1 uur per maand recht op een live meeting. Dus 1 uur live meeting per maand. Die kan je of 1 uur per maand of 2 uur per 2 maanden inplannen bij mij. En dat live meeten, dat vind ik magisch. Oh, ik vind dat zo fantastisch om te doen. Omdat op die momenten de grootste transformaties ook plaatsvinden. En ja, het is gewoon super tof om op die manier dan iets extra's toe te voegen nog aan dit traject. En ik ben nu de pilot, zeg maar, aan het vullen. De pilot vult zich met fantastische vrouwen. En ja, en dan in de loop van 2024 gaat de prijs flink omhoog. Want dat is het ook gewoon 3-dubbel dwars waard. Oh my god. En aanstaande week dan begint ook weer de huidige groep in de Female Leader Academy. Die de huidige versie volgen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En het overkoepelende thema in de Female Leader Academy is toch wel je business runnen vanuit je grootste visie. Dus vanuit je grootste, hoe heb ik het genoemd? Vanuit je grootste visie je business runnen. Dat is wel echt het overkoepelende thema voor deze maand. Omdat dit is ook echt iets waar ik heel erg mee bezig ben. Dat heb ik vorig jaar heb ik dat ook geoefend en uitgeprobeerd. En dit is geniaal. Je business vanuit je grootste visie. Of grootste visie, niet grootste, maar grootste visie, je business runnen. En ik ga er niet over uitweiden, omdat dit is iets wat de vrouwen deze maand nog in de Female Leader Academy gaan leren. Dus dat zal ik later in een podcast nog eens met je delen. Maar oh, ik krijg helemaal kippenvel als ik aan denk. Het wordt echt transformerend. Als je echt dit gewoon vanaf jouw plek kan doen, vanuit de juiste plek jouw business gaat runnen. En dan niet alleen, dit gaat eigenlijk nog verder dan vanuit je potentieel. Nou, het is vanuit je potentieel, maar het echt masteren om jezelf daar neer te zetten in gedachten. En dan je business runnen, het is insane wat er gebeurt. Want de keuzes die je gaat maken, de stappen die je gaat zetten. Het is echt bizar. Ik ben echt zo zin in, oh my god. Dus nou ja, dat heb ik gedaan. Ik heb de video's opgenomen voor de eerste module. Dat moest echt vandaag, want aanstaande maandag wordt natuurlijk geopereerd. Ik heb overigens vandaag mijn opnametijd doorgekregen. Ik moet me om 12 uur melden in Delft bij ziekenhuis Reinier de Graaf. En daar gaan ze dan eerst mijn bloed prikken. En dan 's middags aansluitend word ik dan geopereerd. En ja, als het goed is, en daar ben ik zo ontzettend blij mee,
Want ik haat het om in het ziekenhuis te slapen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het eten dat je daar krijgt. Dan lig je daar. Want 2 jaar geleden werd ik natuurlijk ook geopereerd. En toen ben ik 2 nachtjes gebleven omdat ik heel veel pijn had. Dus het is nog even een slag om de arm houden wat betreft het naar huis gaan. Maar 2 nachtjes, ze komen je om de paar uur, maken ze je wakker. Gaat het goed met je? En het is natuurlijk, ik mag er niet zo over praten. Want deze dames die mij verzorgden, die hebben echt fantastisch werk gedaan. Ik heb me zo goed verzorgd gevoeld in dat ziekenhuis. Dat was in een ander ziekenhuis. En die mensen doen ook echt fantastisch werk. En ik ben zo dankbaar dat ze er zijn. En dat ze ook nog altijd er zijn. Ook in moeilijke tijden. Maar niet dat er nu moeilijke tijden zijn. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Een aantal jaar geleden met die ellende. Maar toch, het slapen in het ziekenhuis. Ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Stuur mij maar gewoon naar huis. Ik ben ervan overtuigd. Want vorige keer was ik geopereerd. En toen hebben ze me best wel snel laten opstaan. Toen ben ik flauw gevallen op de wc. Toen kreeg ik een of andere epilepsieaanval. Zeiden ze later dat ik echt dat ik heel gek aan het shaken was. En dus toen moest ik natuurlijk nog een nachtje blijven. Want ik moest eigenlijk maar 1 nachtje blijven. En dat was een veel grotere operatie dan dat ik nu heb. Maar ja, ik weet niet. Laat mij maar gewoon naar huis. Ik ben ervan overtuigd. Of ik moet dus heel veel pijn hebben dat je zegt van, misschien is het beter dat je blijft. Maar stuur me maar naar huis. Dus als het goed is, mag ik gewoon rond 8-9 uur 's avonds weer naar huis toe. En daar, blijer kan je me niet maken. Oh my god, blijer kan je me gewoon niet maken dan met dat. Stuur me maar naar huis. Lekker in mijn eigen bed slapen. En natuurlijk heb je pijn. En natuurlijk is het oncomfortabel. Maar dan nog, thuis heel je gewoon het allerbeste. Echt het allerbeste. En dan kunnen 's ochtends mijn kindjes me ook weer zien. En ja, want die liggen natuurlijk dan 's avonds al te slapen. Dus duim maar met me mee alsjeblieft. Als je dat zou willen doen, zou dat echt super fijn zijn. Manifesteer maar met me mee dat alles goed gaat. En dat ik gewoon maandagavond heerlijk naar huis mag. Dus ik zal jullie daarvan op de hoogte houden. Zover ik daartoe in staat ben. Als ik nog helemaal stoned ben van de medicatie en van de morfine. En nou ja. Overigens, hoe makkelijk ze dat allemaal toedienen. Het verbaast me toch elke keer weer zo ontzettend. Dat ze dan, er wordt zo makkelijk met die medicijnen omgegaan. Echt, hier morfine, daar de dit en daar zus. En ja, oké, het zal wel nodig zijn. Want de vorige keer heb ik echt veel morfine gebruikt hoor. Want ik had echt zoveel pijn, ook thuis nog. Dat ik gewoon aan, ik weet niet hoeveel morfine. En dan nog paracetamol erbij. En hoe heet dat andere? Niet diclofenac, maar naproxen. Nou, hele dagen liggen slapen. Maar goed, we gaan het zien. Mijn mindset is goed. Ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd. Hoe het gaat verlopen, daar richt ik me op. Ik heb er geen zin in, natuurlijk niet. Ik kijk er een beetje tegenop. Maar we gaan het aan en het komt helemaal goed. En ik hou jullie op de hoogte. Nou, genoeg over mijn operatie. Dus daar werd ik ook vandaag over gebeld. En verder heb ik dus heel veel back-end dingen geregeld. Voor de groep die gaat starten in de Female Leader Academy Exclusive Guidance. Daar heb ik dus nog 3 plekjes. Je kan nog instromen tot en met 21 januari. En dat doe ik omdat ik volgende week geopereerd word. En er toch nog wel calls worden gepland ook. Dus je hebt tot en met 21 januari om nog je call te plannen. Wel voor 21 januari dan, want dat is zondag. Maar goed, dus heb je daar interesse in, plan gewoon even een call of laat het me weten via Instagram. Verder had ik vandaag een gesprek met een super toffe dame. En dat was een gratis call, die had ik haar aangeboden. Ik heb haar eerder geholpen om gewoon eens weer eventjes met haar mee te kijken, mee te denken. Dus dat vond ze heel erg fijn. En ja, dat heb ik dus gedaan. En daar heb ik heel veel inspiratie ook voor deze podcast weer uitgehaald. Omdat, ja, en dat is wat ik ook gewoon goed kan in een call. Ik spiegel je eigenlijk heel snel waar je jezelf nog klein houdt. En deze dame had eigenlijk voor zichzelf bepaald dat ze eerst 2 jaar nu dit moest doen. En dat ze daarna pas klaar was om daadwerkelijk te gaan doen waar haar hart naartoe wil. Dus eerst 2 jaar dit
uitwerken, er beter in worden. Omdat ze het idee had dat ze dan pas er klaar voor zou zijn. Dat ze dan pas ondernemers op een ander niveau kon gaan helpen. Dat ze dan pas serieus genomen kon gaan worden. Nou, dat gaat er natuurlijk niet om dat je serieus genomen wordt door andere mensen. Maar dat je, dat je jezelf serieus neemt. Hè? Imposter syndrome heet dat. Maar, en dat heeft iedereen, en dat heeft elk level, en dat heeft iedereen die een nieuw aanbod bijvoorbeeld de wereld in slingert, denkt, oh my god, wie ben ik om dit aanbod de wereld in te slingeren? Dat gaat niemand kopen, niemand gaat mij geloven. En nou, dat is iets wat je kan trainen door bijvoorbeeld je verhaal te veranderen. Maar ik liet haar dat inzien in die call, van waarom ga je eerst 2 jaar dit doen? Waarom? Wat is de reden? Ja, maar ja, hè, ja, ze zien me al aankomen. Wie ben ik om nu ondernemers op die andere manier te gaan helpen? Waarom zou je in godsnaam 2 jaar erover doen voordat je uiteindelijk je potentieel gaat volgen? Als jouw hart jou dat ingeeft, ga dat doen. Dat vind je leuk. Want ze zei zelf ook al van ja, weet je, ik ben er wel mee bezig, maar het geeft me niet echt de voldoening die ik eruit zou willen halen. Ik zei ja, maar dat is toch het alarmsignaal dat je lichaam je geeft. Dat dit niet het is voor jou. Dus ik gaf haar, want dat had ik van tevoren, want de vrouwen vullen dan een formulier in. En dan kan ik al lezen van, nou, waar sta je, wat zijn je grootste dromen. Dus ik had daar al eventjes op ingetuned. En ik kreeg gewoon heel duidelijk omhoog, dit mag je gewoon gaan combineren. Jij mag gewoon het een met het ander gaan combineren. En daar een gouden combinatie van maken. En daarmee nu meteen gaan starten. Nou, ik deelde dat met haar. En er gebeurde instant iets in haar. Zij lichtte meteen op. Je zag meteen een dikke vette glimlach op haar gezicht verschijnen. En het was meteen duidelijk dat dit haar heel erg raakte. Dat ze ineens, er kwam een soort van shift in haar. Ze zag meteen in van, oh, maar wacht even. Ja, je hebt helemaal gelijk. Zo heb ik er eerder nog niet naar gekeken. Als ik dit kan ik inderdaad goed combineren. Maar tegelijkertijd zei ze ook van, ja, er komt toch wel weer het stemmetje omhoog van, maar hè, ja, wie ben ik dan op deze manier? Het ging om en VA-werkzaamheden en ondernemers op persoonlijk vlak coachen. En dan echt persoonlijk vlak, niet in hun business, maar dan aan de ene kant persoonlijk vlak coachen en aan de andere kant dan ook de VA-werkzaamheden in het bedrijf van die ondernemer dan uitvoeren. Dus tegelijkertijd kwam ook dat stemmetje weer bij haar omhoog. Ik zeg maar, kijk nou eens naar alle functies, of alle de functies die jij hebt gehad in jouw baan in loondienst. Zij heeft gewoon ontzettende goede functies waarin ze een team managt. Waarin ze mensen helpt met hun ontwikkeling. Waarin ze mensen helpt op mindset vlak. Met hun persoonlijke ontwikkeling, met hoe ze zich voelen. Kijk eens naar wat je allemaal voor levenservaring hebt. Zij heeft een aantal dingen meegemaakt in haar leven. En ik zeg, dat is jouw levenservaring. Daar ben je zelf weer uitgekomen. Wat denk je wat voor kennis en ervaring je daaruit kan halen? Zeker als jij ondernemers op persoonlijk vlak wil gaan helpen. En dat ging dan om ondernemers uit de red race halen. En want ook, zeker ook als ondernemer, maar ook als je net begint, je komt uit je baan en loondienst of... He, er zijn heel veel ondernemers die toch nog vastzitten in die red race, die zich niet gelukkig voelen en daardoor ook hun hele bedrijf helemaal blokkeert. Dus waarom niet ze op dat vlak coachen, want daar ben je rete goed in. Deed ze ook nog een opleiding tot coach, waar ze heel veel informatie... Ik wil niet zeggen dat je die opleiding moet hebben om coach te kunnen zijn. Je weet, ik heb een soort van triggertje rondom het woord coach, maar in dit geval hadden we het gewoon over coach. Nou, ga dan mensen coachen op dat persoonlijke vlak en helpen ze vervolgens in de uitvoering in hun bedrijf. Het is een gouden combinatie. Het is geniaal voor jou. Nou, daar werd ze helemaal blij van. Dat deed heel erg veel met haar. En tegelijkertijd haalde ik daar de lessen uit dat we onszelf nog
zo klein houden. En dat we vaak niet zien, zelf niet meer kunnen zien, waar onze blinde vlekken liggen. En dan dus ook klein blijven. Te klein denken. Te veel gericht zijn op, ik moet nu dit jaar dit omzetdoel halen. Nee, ga eens kijken naar wat je echt te doen hebt. Ga eens kijken, want dat was ook een van de vragen van mij aan haar. Van, wat is nou eigenlijk jouw missie? Waar wil je mensen nou eigenlijk echt bij helpen? En daar kwam dat stukje uit. Van, ja, ik wil eigenlijk echt mensen helpen om echt ook uit die red race te stappen. En los te komen van het systeem, los te komen van de maatschappij. Oké, super vet! Super vet! Ga daarmee verbinden. Ga vanuit die plek jouw acties en strategie bepalen. Ga er vanuit die plek je focus bepalen. Dat is hetgeen waar je aan mag werken. Dat is hetgeen waar je naartoe mag werken. En ik ben ervan overtuigd dat hoe meer je weet wat jouw missie is, hoe meer je weet wat jouw overkoepelende doel is in jouw bedrijf, maar in jouw leven, dat het makkelijker blijft om ook de stappen buiten je comfortzone te zetten. Maar hoe meer je verdwijnt in je business en constant en niet meer je blinde vlekken kan zien, hoe moeilijker het wordt om ook te blijven groeien. Dus jezelf, onszelf klein houden is iets wat we allemaal doen. Allemaal weer op een ander niveau. En soms is het gewoon echt nodig dat iemand heel eventjes met je meekijkt. En dan gewoon kan laten zien van, maar lieverd, waarom zou je niet dit en dit en dit doen? Hè? Waarom doe je niet die dingetjes en dan, of je combineert dat, of waarom zou je niet daarmee stoppen en dan doe je vervolgens dat. Het kan zoveel voor je veranderen als iemand heel eventjes met je meekijkt. En dat was voor deze dame ook echt. Dus, nou ja, de boodschap die ik vandaag wil meegeven eigenlijk is, stop met jezelf zo klein te houden en ga eens uitzoomen. Ga eens uitzoomen en verbind je eens met dat wat jij te doen hebt. En ga daar je business, vanuit dat gevoel je business runnen. Ga vanuit daar doen wat je moet doen. En stap uit je comfortzone. Elke dag opnieuw. Focus je op die acties die er toe doen. En laat de rest los. Dat is eigenlijk wat ik je vandaag wilde meegeven. Ik ga ook lekker stoppen. Ik ga zo, het is al 9:00. Ik ga even Milo uitlaten. En dan ga ik lekker naar bed. En lekker slapen. En dan spreek ik je morgen weer. Doei doei.